Ik was verslaggever bij een geïllustreerd tijdschrift. Mijn hoofdredacteur en ik hadden het ludieke plan opgevat om als Sint en Piet de onderwereld te bezoeken. Piet hoort immers alles en Sint weet alles. We werden bij drugsdealers thuis uitgenodigd om de gedichten voor te lezen en waren lid geworden van de worstelclub van een gok- en seksimperium Casa Rosso. Nieuwe journalistiek, als in Amerika. Op een avond wilden we naar een nachtclub, maar de portier ging niet opzij. En Sint ging vlak voor hem staan en zei van heel dichtbij met diepe en lage stem: "Zo, zo, dus jij bent nou de jongen met dat gorilla-hoofd en die dikke nek die rechtstreeks naar onze afstamming wijst." Waarop hij stamelde: "Ja, ja, Sinterklaas." Toen drongen pas echt de macht en het gezag van Sint en Piet tot me door en meteen daarop de vraag: "Waar komt dit vandaan?" Wat doet een Roomse bisschop trouwens op het dak, op een wit paard, met een hulp die met pepernoten strooit, een roe draagt, door de schoorsteen kruipt en kinderen dreigt te ontvoeren in een zak? Als kind in de jaren 50 was ik gefascineerd door dit soort oeroude Sinterklaasgebruiken. We maakten ons gezicht onder de huiskamerlamp zwart met gebrande kurk, deden een maillot van mijn moeder aan, zetten een baret van haar op en gingen de stad in om daar de boel op stelte te zetten en de spot te drijven. Ook tegenwoordig ben ik tijdens de kortste dagen nooit thuis. Meer dan 30 jaar film ik op afgelegen plekken, eilanden of hoge bergtalen, primitieve midwinter- of Sinterklaasrieten waar nog weinig mensen van gehoord hebben. De verre voorouders van de Europeanen dachten dat tijdens de kortste dagen de tijd stilstaat en alles opnieuw geboren wordt. Tijdens de moedernachten. Ik naderde een dorp bij de Grieks-Albanese grens. In de verre omtrek woont niemand. Alleen wolven, linksen en beren. Hoorgelui van bellen, ketelmuziek, als in de middeleeuwen, wild geraas. En zie mannen in schapenhuiden met bellen om en pikzwart gemaakte gezichten. Ze hebben zich ingesmeerd met een mengsel van roet vermengd met boter. Ze smeren ook de omstanders in met roethanden, vooral de meisjes. Contactmagie noemen antropologen dat. Wie niet zwart is, heeft geen gelukkig jaar. Ook ik moet eraan geloven. Ze vertellen dat het ritueel al sinds mensenheugenis bestaat. Eigenlijk al duizenden jaren, sinds de god Dionysos. In de Pyreneeën dansen ook met roet en olijfolie zwartgemaakte mannen met een berenkop boven hun hoofd. In een tegen een steile helling geplakt gehucht boven Napels en op Sardinië zie ik dergelijke dingen. Ook daar mannen met zwarte gezichten, maar hier met hertengeweien op hun hoofd. En ook in de Alpen of in de Balkan dragen mannen schapenhuiden, bellen en zwarte gezichten met daarboven bokken of runderhoorns. Het zijn daar de helpers van Sint-Nicolaas. Meer dan 15.000 jaar oude grottekeningen in de Franse Dordogne beelden gehoornde dansers uit. Eén draagt een gewei, een staart en heeft mensenvoeten. Hij was dus als hert vermomd en werd door zijn stamgenoten niet meer als mens herkend. Wetenschappers noemen hem de sjamaan, een natuurpriester wiens rol het was om periodiek de onderwereld te bezoeken. Maar ook een in 1705 tijdens een Siberië-expeditie gemaakte tekening door Nicolaas Witse, Amsterdams burgemeester en Royal Society lid, van een man met een trommel en een hertengewei, wordt door hem de sjamaan genoemd. Vrijwel hetzelfde ritueel zie ik jaarlijks in Engeland. Daar dansen mannen, tijdens een kerstritueel oorspronkelijk, het dorp rond met op hun hoofd hertengeweien die door de wetenschap op meer dan 1000 jaar oud zijn gedateerd. De aartsbisschop van Canterbury schreef al in de 7e eeuw: wie in januari als hert of stier rondgaat, de huid van een wild kuddedier omdoet of de kop van een beest opzet, 3 jaar opsluiting, omdat dit duivels is. Zelfs in Nederland worden nog sinds de middeleeuwen, blijkt uit omstandigheden, jonge meisjes achterna gezeten door zwart gesminkte jonge mannen die door het afvegen van roet aan hun wangen markeren dat ze nog vrij zijn. Goedgekeurd door het Centrum voor Volkscultuur en dus gesteund door de Nederlandse overheid. Waarom maken mensen in Europa zich in de winter zwart? Uit eigen ervaring had ik er wel een idee van, maar ik begon een historisch onderzoek. Al vanaf 1791 renden op het platteland van Vlaanderen en Nederland jonge mannen met zwarte gezichten de dorpen rond, kettingen achter zich aanslepend
en daarmee een afgrijzelijke muziek op de straatkeien makend. Ze werden Klaassen of Zwarte Sinterklaassen genoemd. Ze haalden grappen uit, maakten de kinderen bang en zaten de meisjes achterna. Pas 87 jaar later duikt voor het eerst de naam Zwarte Piet op. Voor de helper van Sint-Nicolaas. In Tbilisi, Georgië, hielden eeuwen geleden mannen in dierenhuiden de gezichten met roet besmeerd, worstelingen en vuistgevechten. Er vielen wel eens doden. Er werd gezegd dat de overwinnaars een goede oogst wachten. Weer dat verband tussen vruchtbaarheid en het nieuwe jaar. In het Duitse Westfalen deden ze hondengeblaf na, knalden met zwepen en bliezen op hoorns. De 19e-eeuwse etnoloog Richard Wolfram schrijft dat hun aanvoerder een zwart gezicht had en in dialect Wodan werd genoemd. Vaak wordt erbij gezegd dat ze de bierkelders plunderden of warm onthaald werden in de boerderijen. Soms was er een verkleed als bok. 87 jaar na de vroegste vermelding in Nederland dook dus voor het eerst de naam Zwarte Piet op, voor de helper van Sint-Nicolaas. Je gezicht zwart maken is een van de makkelijkste manieren van maskerade, schrijft professor Helsloot. Hij is van het Meertens Instituut, etnologie, vroege volkskunde. En hij haalt aan dat de associatie zwart en Afrikaan pas sinds de 19e eeuw gemaakt werd. Opmerkelijk, want hij is een van de aanjagers van de anti-Zwarte Piet discussie. Tijdens een bulderende storm bezocht ik onlangs voor de vijfde maal een oeroud Sinterklaasfeest op een Noordzee-eiland. Dit keer voor het tijdschrift National Geographic. Buitenstaanders wordt dat ontraden. De vuurtoren veegde strakke bundels over de Noordzee. Alle lichten waren gedoofd. Normale regels golden niet meer. De werkelijkheid was tijdelijk opgeheven. Ik bevond me niet meer in de reële wereld. Vrouwen en kinderen begonnen te blaten uit dakramen en deuropeningen. In de verte klonk de roep uit koehoorns. Ik zie diervermommingen, wolven, beren en gehoornde duivels. Ze brullen en houden krachtmetingen. De vrouwen moeten voor deze Sinterklaassen dansen of over hun stok springen. Doen ze dat niet, dan krijgen ze een tik tegen hun benen. Voor 1900 konden ze in de gierput of op de mesthoop belanden. Toch zeggen ze dat deze avond van de 5e december de mooiste van het jaar is. Het slaan van vrouwen wordt ook in het nog heidens Rome vermeld, tijdens de Lupercalia, zogenaamde wolfsfestivals, door Luperci, vrijwel naakte priesters in bokkenvellen. Tot paus Gelasius het in 494 verbood, in een brief aan een senator: als je denkt dat dit gezond is, voer de rieten van de voorouders dan zelf uit en loop zelf naakt rond, zodat je je flink belachelijk maakt. In Servië is dit nog steeds een jaarlijks ritueel om de vruchtbaarheid van vrouwen te stimuleren. Ze komen voor bij Kelten, Grieken en Indo-Iraniërs. Net als in Egypte waren wolven de begeleiders van de zielen naar de onderwereld. Overal waar ik kom zie ik dat de vermomde jongens in de kracht van hun leven zijn. Volgens volkskundigen vertegenwoordigen ze de overleden voorouders. In de Germaanse mythologie zagen jongere genootschappen zich als horde wolven. In de Oekraïne ontdekten Amerikaanse archeologen een 3000 jaar oud graf met daarin tientallen honden die tijdens de midwinter waren geofferd, en ze brachten dit in verband met zwervende jongere genootschappen en met een 3400 jaar oude beschrijving in India in de Rig Veda, waarin jongens die voorbestemd waren om krijger te worden tijdens een inwijdingsrite naar de onderwereld vertrokken. Ze verfden hun lichamen zwart en droegen 3 jaar een mantel van hondenhuid. De Griek Herodotus beschrijft in 450 voor Christus de Neuren, een volk boven de Zwarte Zee, waarvan ieder voor een paar dagen in een wolf verandert. Terwijl de Romein Tacitus in 100 na Christus over een Germaanse stam aan de Oder schrijft: ze verfden hun lichamen zwart voor ze in extase raakten en ten strijde trokken. Ze waren gewijd aan de god Wodan, die met 2 wolven langs de hemel trok. In alle delen van Europa, afgesneden van de wereld, diep verbonden met de aarde, heb ik het gevoel dat ik in een gat in de tijd kijk en tijdreizen maak. Ik zie er grote overeenkomsten met jaarwisselings-, genezings- en inwijdingsriten in Afrika en Suriname,
waar ook de dansers in extase raken. En wanneer de drums bij het ochtendgloren zwegen, kuste ik met hen de aarde. Waarna de daimon me weer verliet, zoals de oude Grieken hun beschermgeest uit de onderwereld noemden. De Romeinen de genie en de christenen later de demon. Sinds de Romeinen waren bekeerd tot het christendom, probeerde de kerk de diervermommingen te verbieden of te demoniseren tot duivels. Het kwaad kon ook als weerwolf of als hert verschijnen. Hierop een tekening van Holbein uit de late middeleeuwen. De duivel was tijdens het concilie van Toledo in 477 gedefinieerd als een gehoornde figuur met een staart, bokkenpoten en een zwart lichaam. Toen Sint Nicolaas van Myra in de middeleeuwen tot een megaster werd, viel dat samen met de aangewakkerde angst voor de duivel. En hij werd opgenomen in zijn cultus als zijn getemde begeleider. In de loop der eeuwen werden ze een vertrouwd duo. Ik ontdek dat ze in de Alpen vrijwel ongeschonden door de tijd zijn gekomen. Mijn trein passeert Salzburg en ik arriveer in het oude zoutgebied. Een zweepslag verscheurt de stilte, snijdt mijn adem af en echoot door het dal. In processie komen 80 vermomde figuren de berg af. Sint Nicolaas, een pastoor, een engel, de dood in skeletpak, weer een als bok verklede man, een zwerver en tientallen meest zwarte figuren die krampussen heten. Ze slaan de omstanders met roede, de meisjes vooral. In een herberg wordt de zwerver alcoholist, na een kruisverhoor onder toezicht van de pastoor en patronage van Sint Nicolaas, door de dood onthoofd met een seis. Wie niet volgens de regels van de kerk leeft, wacht een vervroegde reis naar de onderwereld, de hel. Kleine kinderen krijgen ook daar huisbezoek van Sint Nicolaas en krampussen, die op hun rug een man dragen waaruit kinderbeentjes steken. Neerlandicus professor Pleij zegt dat je Zwarte Piet pikzwart moet sminken, nog veel zwarter, zodat duidelijk is dat het een karikatuur van de duivel is. Op Mallorca doet een andere heilige uit de 4e eeuw dit bekeringswerk. Daar raakt Sint Antonius ook jaarlijks in strijd met de duivel, die hier veelzeggend demonie heet. Gedurende nachtelijke maaltijden in de nauwe straatjes op de oostelijke kant van het eiland dansen gehoornde demonie rond gigantische vuren waarin oude kleren en meubels worden verbrand. De vuren symboliseren de christelijke hel, maar horen eigenlijk bij veel oudere overgangsrituelen, waarin het afgeleefde wordt verbrand om plaats te maken voor het nieuwe. Tijdens het Persisch nieuwjaarfeest, 4000 kilometer verder, zie ik hetzelfde. Daar springen mensen door het vuur om symbolisch gereinigd te worden en gooien er oude kleren in, waarna ze nieuwe aantrekken. Zelfs bij Iraniërs in Almere kom ik dit overgangsritueel tegen. Opmerkelijk is dat de Iraanse Zwarte Piet, die ik in Den Haag ontmoet, de bewaker van het vuur is en voorafgaat aan een grijsaard die wijs is en geschenken brengt. Ja, ik ben zelf eigenlijk dwaas, zeg maar, dwaze. Clown die dwaas is ook. En Zwarte Piet is ook zo. Hadji Feroes zoekt plekken op waar veel mensen samenkomen. Dans, doet gek, zet een accent op, vertelt grappen en neemt de boel op de hak. Indo-Europees taalwetenschapper Dr. Guus Kroonen zegt dat de parallellen tussen Zwarte Piet en Hadji Feroes erop kunnen wijzen dat ze afstammen van een gemeenschappelijk Indo-Europees archetype. Tijdens de duivelsnacht van de Osseten, een ander Iraans volk, wordt een bok geofferd en een feestmaal aangericht, waarna iedereen het huis uit moet om de demonen ongestoord te laten eten. Het zijn waarschijnlijk de restanten van oeroude Indo-Europese jaarwisselingsrieten. Volgens de Persische historicus Mirdad Bahar speelt Feroes de demon die teruggekeerd is uit de onderwereld. Hadji Feroes bespot het gezag en waarschijnlijk speelde hij deze rol al 600 voor Christus in oud-Persische tijden. Net als veel later de nar aan de middeleeuwse hoven en de Erlecchino uit de Commedia dell'arte, die ook een zwart gezicht heeft. Van Zwitserland via Italië tot Tsjechië wordt Sint Nicolaas al eeuwenlang vergezeld door een zwart gesminkte figuur. Intussen was in het Middellandse zeegebied de Moor een mythische figuur geworden.
al vanaf de 3e eeuw als heilige zelfs, net als Sint Nicolaas. In de 17e eeuw, toen de Mooren vanuit Noord-Afrika in Europa meer dan 1 miljoen slaven maakten, bereikte dat stereotype van die mythische Moor vanuit Spanje en Italië via kooplui ook Amsterdam. En mengde zich vanaf de 18e eeuw met die met roetzwart gemaakte ook exotische figuur die aan de schoorsteen luisterde en pas in 1868 Zwarte Piet ging heten. Wat trouwens een middeleeuwse naam voor de duivel was. Ook volgens dokter Kroonen kunnen de Moorentradities, omdat ze tot diep in de Alpen voorkomen, niet door de Nederlandse cultuur zijn beïnvloed. Hij concludeert dat de huidige Zwarte Piet een versmelting is van de oude Zwarte Klaas met de Moorse begeleider. Inderdaad, vanaf begin 19e eeuw of iets eerder. Hoe verder ik in de prehistorie kijk, hoe minder verschil. Ook bij de Xhosa, de stam van Nelson Mandela, bestaan nu nog initiatie- en omkeringsrieten die vergelijkbaar zijn met die in Europa. En waarbij het erom gaat dat de jonge mannen van de stam ingewijd worden in de wereld van de voorouders. In Ghana bijvoorbeeld markeren dergelijke inwijdingsrieten ook het begin van het nieuwe jaar. Afrikanen smeren zich daarbij in met witte klei. Zelfs de Surinaamse Marons doen dat. Omgekeerd aan in Europa dus. Honderdduizenden jaren geleden gebruikte de moderne mens, de Homo sapiens, al vuur. Afrikanen en Europeanen hebben gemeenschappelijke wortels. Toen enkele families 50.000, 60.000 jaar geleden Oost-Afrika verlieten en er in Europa alleen nog maar Neandertalers rondliepen, hadden deze voorouders van de Europeanen nog een zwarte huidkleur. In de ijskoude winterse steppen van Azië speelde vuur een nog prominentere rol. Daar werd bij een lichte huidkleur roet de eenvoudigste vermomming om zich te vereenzelvigen met de voorouders en de andere wereld uit te beelden. Ik maakte een reis terug in de tijd en leerde een heidense overgangsrite kennen die door de kerk onschadelijk was gemaakt en sinds de protestantse reformatie vooral als kinderfeest wordt gevierd. Door die kerk vertegenwoordigde de aan de voorouders gewijde roet- en diervermommingen vooral ons lagere instinct. Dat wat correspondeert met het oudste deel van onze hersenen, wat verantwoordelijk is voor onze meest primaire drijfveren, emotie, loyaliteit, vlucht- en vechtgedrag en voortplanting, ook wel seks genoemd. De kerk probeerde de primitieve jaarwisselingsrieten te verbieden of in te dammen, maar ze bleven door de heidenen hardnekkig gevierd worden, vooral tussen hoge bergdalen en op eilanden. Opgeteld met Indo-Europese taalwetenschap, paleontologie, evolutiebiologie en zeer recent DNA-onderzoek wijzen de feesten rond de jaarwisseling de weg terug naar het begrijpen van onze meest fundamentele drijfveren. Onder een dun laagje beschaving dat overeind gehouden wordt door wetten, regels, taboes, moraal en angst voor uitsluiting, kunnen we makkelijk terugvallen tot primitief gedrag. Door archeologische vondsten, taalwetenschap, mythologie met deze oeroude rieten in verband te brengen, kan onze kennis over de prehistorie een grote sprong vooruit maken.